Suriname heeft afgelopen zaterdag ook aan het wereldwijd initiatief Earth Hour meegedaan. Samen met de rest van de wereld is op bepaalde plekken het licht voor een uur uitgedaan. Met deze activiteit geven miljoenen mensen wereldwijd het signaal af dat ze zich zorgen maken over de toekomst van onze aarde. Voorafgaand aan de activiteit op het Onafhankelijkheidsplein vond er een loopplaats rondom het plein. Een grote earthball is met de veerboot vanuit Kommerwijnen naar Paramaribo gebracht. Vanuit de SMS-pier is de bal door de binnenstad van Paramaribo gedragen. Er zijn daarna diverse activiteiten gehouden, waaronder een lichtspel met zelfgemaakte lampjes en optredens in het donker. Tegen 8:30 is het licht uitgemaakt en hebben de aanwezigen gezamenlijk stilgestaan bij Earth Hour. Het scholenprogramma, dat onderdeel is van het project, is dit jaar op scholen in Paramaribo en Kommerwijnen uitgevoerd. Petflessen zijn verzameld en omgetoverd tot kunstwerken die ook als lamp gebruikt zijn tijdens Earth Hour op het Onafhankelijkheidsplein.